allemaal, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag ben ik hier op Stoeterij Sterhof. Het is namelijk de ene laatste selectiewedstrijd voor Outdoor Gelderland. En ja, het is hier dus echt een prachtige locatie. En ik mag hier vandaag Mark Houtzager interviewen. Hij is dit jaar Nederlands kampioen geworden. En in 2012 is hij tweede in het landenteam op de Olympische Spelen in Londen geworden. Dus ik vind het best wel spannend, maar ik heb er onwijs veel zin in. Dus laten we snel gaan kijken. Het lijkt op ze hooi, hè? Nou, ik sta hier nu dus naast Mark Houtzager. En hoe bent u echt begonnen met paardrijden? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben begonnen met ponyrijden eerst. Toen was ik 7 jaar oud. Maar dat was echt nog, ja, gewoon ja, een beetje spelen, zeg maar, met de pony meer als rijden. Toen ben ik een aantal jaren pony gereden, maar mijn ponycarrière was niet heel succesvol, moet ik eerlijk zeggen. Ik had ook niet de juiste pony, misschien alleen de laatste pony die ik had, die was wel goed. Daar heb ik ook ZZ mee gesprongen. En toen ben ik eigenlijk, toen ik 15 was, met de paarden begonnen. En ja, dan steeds met de paarden bezig. En waarom dan eigenlijk springen en niet een andere tak van paardensport? Ja, ik vond springen leuker om te doen. Ja, dat is denk ik wat in je zit of niet. De ene houdt van plezier, de andere houdt van military en ik hou heel veel springen, dus daarom springen gekozen. Oké, okay, en u heeft in 2012 bent u de Olympische Spelen geweest en daar heeft u met het landenteam een zilveren medaille gewonnen, maar hoe was die ervaring? Ja, dat is natuurlijk de mooiste prestatie ooit eigenlijk. Olympische Spelen is natuurlijk het hoogst haalbare in onze sport en ik was in 2008 ook bij in Hongkong. Toen waren we net vierde met het team, dus net geen medaille. En individueel was ik de achtste. En nu hadden we dan zilver met het team en dan negen individueel. Dus dat was gewoon een geweldige ervaring. Oké, okay, en dit jaar was u Nederlands kampioen, maar hoe was dat dan en hoe bereidt u zichzelf en de paarden daarop voor? Ja, omdat het Nederlands kampioenschap eigenlijk vrij vroeg in het seizoen is bij ons, in april al. En de meeste landen is het later in het seizoen. Ja, speciale voorbereiding. We zijn in Spanje geweest met ook een aantal jonge paarden. Heb ik deze Calimero ook daarmee toegenomen, een beetje op voorbereiding op het Nederlands kampioenschap. Die heeft een beetje kleinere proeven gelopen. Dat is af en toe goed voor een paard om dat ze ook niet alles moeten geven in die hogere proeven. En toen heb ik hem daar zeg maar totaal maar 4 rubrieken gereden in 3 weken tijd. Dus in 3 weken daar, die koers in 3 weken. Dus eigenlijk gewoon voor hem een relaxte voorbereiding. En toen 2 weken niks en toen NK Miro. En u staat dit jaar ook op Outdoor Gelderland, maar wat verwacht u daarvan en met welke paarden gaat u daar rijden? Met welke paarden ik ga rijden is nog niet helemaal duidelijk, omdat ja, dus alle weken is er een groot concours, dus dat zal niet afhangen van de resultaten, van de planning van onze bondscoach waar hij ons nog aan de start wil hebben. Maar goed, ik denk dat ik sowieso een van de betere paarden maar meeneem en dan 2 jongere paarden om voor ervaring om ervaring op te doen, zeg maar, om wat te leren. En ja, u bent dan echt een topruiter, maar wat is er nou nodig om zo'n topruiter te kunnen worden? Ja, ik denk sowieso een beetje talent heb je wel nodig. Ze zeiden dat ik toen ik jong was geen natuurtalent was, maar ik denk dat ik door het harde werken en de juiste mensen om me heen heb gekregen, onder andere met Stoeterij Sterhof natuurlijk. Nou, dat zijn geweldige eigenaren voor ons, sponsors. Ja, die heb je gewoon nodig om topsport te doen en daardoor denk ik ben ik zo ver gekomen. Oké, okay, en ja, ik ben nu zelf ook een beetje begonnen met springen, alleen mijn pony die landt nog wel eens in de verkeerde groep. Heeft u daar misschien tips voor? Ja, ik weet niet, hoe oud is je pony? 17, dus ja, dat wel. Ja. Ja, dat is misschien als jong pony zo erin gegroeid en dat is misschien moeilijk om dat eruit te krijgen, maar ja, echt een persoonlijke tip zo niet, dat zou ik moeten zien
Woer, maar een beetje moeilijk te zeggen. Dat is niet echt een theorie en een boek voor, zeg maar, deze sport. Het is heel praktijk, hè. Dus, oké, nou, dan wil ik u heel erg bedanken voor uw tijd en voor dit interview. Graag gedaan. We gaan hier achter nog eventjes door met de wedstrijd. Maar ik ben net klaar met mijn interview met Mark Houtzager. En ik vond het echt heel erg leuk. En ja, ik hoop dat jullie deze video ook heel erg leuk vonden. Maar wacht eventjes voordat jullie wegklikken. Ik mag namelijk voor zowel zaterdag als voor zondag 5 keer 2 kinderkaarten weggeven voor de tribune. Nou, Outdoor Gelderland vindt plaats van woensdag 28 juni tot zondag 2 juli. En de toegang is gewoon gratis. En dit keer is het anders, want jullie moeten namelijk een vraag beantwoorden. Op welke Olympische Spelen heeft Mark Houtzager gereden? Laat dat hieronder in de reacties weten. Geef deze video eventjes een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan maak jij kans om te winnen. En volg me ook eventjes op Insta, want daar laat ik weten wanneer ik de uitslag van de winactie bekend maak. En wil je nou nog meer video's zien, check dan even deze video, want het is een video van vorig jaar Outdoor Gelderland. Of check even deze afspeellijst en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!